Ajax onder 17 tegen AZ onder 17. De nummer 2 tegen de nummer 3. Onder de klanken van de Ajax-mars gaan beide ploegen richting middencirkel. In de najaarscompetitie een zeer interessante ontmoeting. Welkom bij deze wedstrijd op het hoofdveld, op de toekomst. We zijn begonnen aan Ajax onder 17 tegen AZ onder 17. Simon Tahamata met nu al de nodige aanwijzingen voor Mesroeg. En AZ weg met de eerste kans. AZ met de kans, het schot en het doelpunt. Hoe is het mogelijk? 16 seconden. En dan staat de ploeg al voor. Even een blackout achterin. Het is hem nog niet gelukt om het middenveld in handen te krijgen. En daar is weer Inge. Inge en Roede. Roede met de kans. En Elhani met een prima redding. Goed gedaan. Belangrijk moment zo vlak voor rust. En Martijn Reuser met de aanwijzingen. Neem nog even een slokkie. En daar een fout. Oh, wat een fout. En dan staat het 1-1. Emre Univar. Zeer attent. Christian Gaander. Er was helemaal niets aan de hand. Maar een mispeer van de doelman. En we zijn begonnen aan de tweede helft. Dan uit de tweede lijn. Adrichem. En die bal die zeilt naast. Een hard schot. En Tigo de Wit is weg. De Wit. Met Van der Lans bij zich. En Roede. En Adrichem en een schitterende redding van Elhani, maar de rebound. En AZ leidt weer. Hessel de Wit is de man die doelpunt maakte, die de rebound in het net tikt. Johnson, Steur, combinatie Johnson, maar de bal iets te ver van zijn voeten vandaan. Univar en de redding van Gaander. Goede geplaatste bal van Emre Univar en een sierlijke redding van Gaander. En dan Pereira de Gama met mogelijkheden. Kijkt, daar komt de bal en de poging en een schitterende voorzet in de voeten van Univar. En die maakt gelijk Emre Univar. Goed gezien van Pereira de Gama. En Univar duikt in die lage voorzet en prikt de bal in het doel. 2-2, prima reactie van Ajax onder 17. En weer. Voorzet. En dan, oh, wat een doelpunt. Schitterend doelpunt. Het is ongelooflijk. Mooie artistieke inzet van Kovacs. AZ weg. Hazier wordt daar aangetikt in de 16 en de bal gaat op de stip. Daar is het fluitje, de aanloop en de gelijkmaker. 3-3. Puljoen met ruimte. Goede paas van João da Silva. Puljoen. Concession. En de paas. Puljoen. Ja hoor. 4-3. Hoe is het mogelijk? Sankia Puljoen brengt Ajax in de slotfase op een 4-3 voorsprong. En is dit de beslissing? Kan de ploeg van Martijn Reuser dit volhouden? Dat is de vraag. AZ zal nu alles op alles zetten. De Wit nog een keer. En hoe is het mogelijk? 4-4. Een minuut na de voorsprong is het dan toch gelijk door Tigo de Wit. 4-4. En wat zit er nog in het vat? Beekman. João da Silva gaat naar binnen. João da Silva schiet op de paal. Miguel João da Silva. Gevaar nog niet geweken. Daar komt de voorzet. Wat een pech voor de Portugees. Ja, en dan zit het duel erop. Het eindsignaal klinkt 4-4. Wat een spektakel in het begin en ook in de eindfase.
Ajax kwam twee keer achter, toen voor, door dat schitterende doelpunt van Kovac, de invaller, de Hongaar. Het werd weer gelijk, toen was het Puljon met de 4-3. De overwinning leek binnen, maar toch binnen een minuut na die 4-3 de 4-4.